aftrap is verricht. FC Marlène speelt van rechts naar links in de blauwe shirts. En moet een 1-0 achterstand in deze play-offs zien weg te werken op bezoek bij het knooppunt. Hofkamp. Nou, balverlies. Hofkamp. Boukari voor het doel. Boukari scoort. FC Marlène beloont zichzelf. En halverwege de eerste helft staan de bezoekers op een voorsprong. Geklungel achterin. Daar komen Tjejar en El Adel niet uit. Die lopen elkaar in de weg. En uiteindelijk wordt Bouzid van de bal gelopen door Hofkamp. Vraagt Boukari om de bal. Krijgt hij hem ook. En is dit een niet te missen kans voor de clubtopscorer Anouar Boukari. En nu scoort het knooppunt de gelijkmaker via Tevfik Tjejar als een duveltje uit een doosje. El Adel heeft gezien dat Tevfik Tjejar veel te veel vrijheid geniet. En die moet je hem niet geven, want dan is het raak. Dit is de verdedigende sliding op de bal van Faisal Mella, die daarmee vakwerk verricht. Want het was toch een numerieke meerderheid voor het knooppunt. Maar nu is het alsnog 2-1. Dankzij Sofiane El Adel. En Jamal El Ghanouti schreeuwt van vreugde. Want het is een geslaagde variant van het knooppunt. Lange aanloop van Adil Zoutane. Hij gaat voor eigen succes en vindt de vuisten van Rozenbeek. Maar hier is Tjejar in de rebound. Kiezelhard binnengeschoten. Tevfik Tjejar scoort voor de tweede keer vanavond. Is het meest alert van allemaal en zorgt ervoor dat Rozenbeek geen enkele kans heeft om een redding te verrichten. Dit is een cadeautje voor het knooppunt. Darry uitgepakt. 4-1. En FC Marlène ligt plat op de grond. Rozenbeek staat niet op te letten. Had er geen rekening mee gehouden. Van Eeuwijk heeft dan Darry voor het uitkiezen. Boukari. Ja, ze moeten van hem komen. Anouar Boukari. Hofkamp vindt Amella. En dan Boukari die uit de stilstand voor de 4-2 zorgt. Amrani. 4-3. En het kan dus nog steeds voor FC Marlène. Met dank aan Anouar Boukari, die voorbereid het laatste tikje geeft en dus de assist op zijn naam krijgt. Maar de goal is van Amrani. Dit is een uithaal van Tevfik Tjejar. Driemaal raak. En het knooppunt net voor rust weer op een voorsprong van 2 treffers. De hoekschop van Marlène. Schot van Hofkamp. En het is weer 5-4. De nummer 9 van FC Marlène kan profiteren van verdedigende onachtzaamheid bij het knooppunt. In de tweede helft speelt het knooppunt van rechts naar links. Darry speelt zichzelf vrij en scoort van grote afstand. Mo Darry. Hij bezorgt de bank van het knooppunt een vreugdeuitbarsting. En met hen ook de thuissupporters hier in Sporthalle Zuid. Zoutane. Van Eeuwijk. Martin van Eeuwijk. 7-4. Hij is meer dan een versterking voor de breedte. En laten we vooral niet vergeten dat die vooractie van Adil Zoutane er ook mocht zijn. En dan Van Eeuwijk met de kapbeweging. En hij rondt het zelf op een passende manier af. Hofkamp. Kossen. Boukari geïsoleerd. Amrani heeft eventjes wat ruimte. De Zwart. Boukari. De goal. 7-5. Met nog ruim 7 minuten op de klok. Weer enige aansluiting voor FC Marlène dat dit goed uitspeelt. En Boukari dus voor de derde maal trefzeker. Boukari naar de Zwart. 7-6. In no time heeft FC Marlène de achterstand verkleind van 7-4 naar 7-6. En nu is het de weer fitte Sander de Zwart die zich op het scorenformulier zet. Zoutane
Vastgepakt door Kossen. Maar nee, dat vindt de scheidsrechter niet. Amrani, Bukhari, rechts. Bukhari, nee, het is de Zwart. Sander de Zwart met de 7-7. 2,5 minuut voor tijd. Het knooppunt laat zich helemaal uit de tent lokken. En de Zwart is extatisch. En met hem heel Marlène. 5 minuten overtime. En dan nog een helft van 5 minuten. En dan weten we of er penalties nodig zijn of niet. Elghanouti moet heel snel opstaan. Bukhari. Rechts was er ruimte. Bukhari zelf. Anouar Bukhari zelf. 4 maal heeft hij raak geschoten. En nu is het 7-8 in de tweede helft van de verlenging. Elghanouti. Oh, tegen de kruising. En nu de weg open voor FC Marlène. Net als je denkt dat het niet spannender kan, gebeurt er zoiets. En nu afmaken. Het gebeurt. Het gebeurt. FC Marlène wint hier in Amsterdam. In overtime. 7-9. Want nu mag je toch wel de conclusie trekken dat het klaar is. Jeroen Kossen. Hij scoort in een leeg doel. Rozenbeek redt. El Adel wordt ook van het score afgehouden. Dat had de laatste levensader kunnen zijn van het knooppunt. En nu weer een open doel. Amrani. 17. Ongelooflijk. Zakaria Amrani. FC Marlène slaat toe in de absolute slotfase. We gaan ons opmaken voor een derde duel aanstaande dinsdag. Hier in Amsterdam. Op dezelfde plek. Darry. Het is klaar. Het knooppunt verliest met 17 na verlenging van FC Marlène. En dus is een beslissingswedstrijd noodzakelijk.